Lieve, lieve kijkers, wij wensen jullie happy Kijkers, hier is Ray van Avezaath en u bent vandaag getuige van twee unieke gebeurtenissen. Ten eerste de eerste reële samenwerking tussen MVS en Pink Terrorist. En ten tweede bent u getuige van het Concert des Levens. En wij geven jullie een programma. Nee hoor, helemaal niet. Maar we geven jullie wel een sfeerimpressie. Heb jij een hero? Ja, ik heb heel veel heroes. Ik kan... Nou, noem er een paar. Oh, wauw, muziek of art of... Beginnen met mijn mama en papa, weet je. Dus gewoon, die zijn twee heroes, die hebben dit gedaan. Dus. Aan dit, toen ik krijg die opdracht, dat ik mocht David Bowie zingen. En het was echt gewoon wat nu. Maar ja, weet je, het is gewoon mijn interpretatie over... iedereen heeft een held in zijn leven. Iedereen moet een hero hebben, denk ik. We can be heroes. Just for one day. But for one day. Dankjewel, Dora. Ik probeer overal een beetje naartoe te gaan. Dat is wel moeilijk. Ik zou alles willen doen, maar dat lukt niet. Wie is nou jouw grote held? Nou, ik moet je zeggen, John Blankenstein is toch wel mijn hele grote held. Je weet wie John Blankenstein is? Ja. Ik kom uit de sport vandaan en ik bewonderde hem zo omdat hij openlijk homoseksueel was. En dat ook, ja, niet toonde, een beetje overdreven, maar daar gewoon vooruit kwam. Dat moet ik zeggen. En ik was nog in de kast. En ik ben toch ook wel mede door zijn manier van doen op een gegeven moment uit de kast gekomen. Ik was wel 49 hoor. Dus jij bent eigenlijk pas gaan leven na je 49ste? Nee, daarvoor heb ik ook wel geleefd, maar op een hele andere manier. Oké. Ja, op een heel andere manier. Ja, oh, jij? Stiekem heb ik geleefd. Oké, stiekem, ja. Ouwe stiekemert. Ja, maar schaam nu niet meer. Daar schaam ik me niet voor. Nee. Het is gewoon zo, want dat moest hem zeker 60, 70 jaren. Ja, was dat moeilijk in de sportwereld hoor, om openlijk homoseksueel te zijn. I need a hero, I'm holding out for a hero till the morning light. And he's gotta be tough, and he's gotta be strong, and he's got to be fresh from the fight. I need a hero, I'm holding out for a hero till the end of the night. And he's gotta be strong, and he's gotta be tough, and he's got to be larger than life. I need a hero, I'm holding out for your hero till the morning light. And you gotta be cool, and you gotta be tough, and you gotta be fresh from the fight. Zijn jullie ook vriendinnen van elkander? Nou, wij zijn getrouwd. Oh, jullie zijn gewoon een echtpaar. Oh, wat leuk. En zeg, wat vinden jullie van vandaag, van het Concert des Levens? Leuk. Ja. En gaan jullie nog andere dingen doen? We zijn van de week nog in Zandvoort geweest. Pride at the Beach. Ja, en zaterdag gaan we natuurlijk. En misschien morgenavond naar het mannenkoor manoeuvreren. En waarom is Pride zo belangrijk, denk je? Nou, omdat we gewoon lekker onszelf kunnen zijn. Ja, maar dat moeten we toch het hele jaar kunnen? Nou, dat zeggen ze. Was het maar waar. Want dat heb zo je... tolerant zijn we niet hoor. Dank jullie wel. Ja, ik ben er bijna. Zal ik je dan even aankondigen? Lieve dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Mario Magic, uw gastheer van vanavond. Dankjewel, Kobi. Ja. Nou, dan ga ik je nu echt officieel aankondigen. Nou, ik ben er nou toch al. Je bent er nou toch al? Ja. Hé, hey, maar laatste is Mario. Ja, kom. Het thema is natuurlijk helden. Helden, ja. Maar wat een helden. Jullie zitten hier gewoon in die pleurenzon.
een beetje te wapperen. Ja. Dus applaus voor je eigen. Nee, klap maar niet, dan krijg je het nog warmer. De liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden zorgt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn er altijd voor mij. Vertellen ook de waarheid. Hoe hard die soms kan zijn. Hallo lieverd. Dag lieverd, hoe gaat het met je? Heb je een nieuwe rollator? Ik heb een nieuwe rollator. Nou, hij staat je beeldig. Ik stond vanmiddag in de Oude Rij te zingen samen met Ashley. En met Marcia, en ik denk, ik neem er gewoon eentje mee. En wat ben ik blij dat ik er hier eentje heb. Ja. Wat ga je zo doen? Ik ga met Ashley een liedje zingen uit onze show die wij in het Paleis van de Weemoed hebben. En die wij in de bejaardenhuizen doen, een stuk uit die show. Wist u dat er in de stad een buurt bestaat? Waar een nette man niet lopen durft op straat? Het is een reuze onfatsoenlijk stadskwartier. Want daar wonen alle jongens van plezier. En dan zing ik I Am What I Am. Want het is toch Pride, dan moet het toch weer gezongen worden. So it's time to open up that closet. Your life is a sham till you can say, hey world, I am the world. I am. Pride-ambassadeurs, Frances zelf, de opera-diva die net haar kunsten heeft vertoond. Ja. Dus ik heb een bandje meegenomen met Ave Maria, het is van Bach Gounod, dat is het bekendste. Is goed. Ik doe soms met de microfoon. Wat doe je? Want anders bij de hoge toon krijgen de mensen gehoorbeschadiging, dat zou jammer dat zijn. Dat willen we niet hebben, nee. Dus, Francis ja, van Broekhuis. Ja, en ik zou zeggen, lieve Peter, dit is dus even het serieus gedeelte voor mensen die ons misschien die naar de hemel zijn gegaan of ergens anders heen. En dat we daar even aan denken met het Ave Maria. Natuurlijk niet voor niets ja gezegd hè, tegen dit ambassadeurschap. Hoe heb je daar invulling aan gegeven tot nu toe? Overal waar ik maar kom, zeg ik dat ik Pride ambassadeur ben. Ik heb van de week moest ik nog een Ave Maria zingen bij een uitvaart. En daar was een man en die zei, toen zei ik, ik kan niet lang nablijven, want ik moet naar de Pride. En toen zei die man, oh gadverdamme, die vieze homo's. En toen zei ik, hé, waar komt dit vandaan? En toen zei hij van, wat moet jij daar dan? Ik zeg, ik ben ambassadeur. Ja, hoezo dan? Ik zeg, ik ben getrouwd met een vrouw. Ik ben zo'n vieze homo. Oh, 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 oh. En toen schrok hij, want hij vond mij heel aardig. En toen zei ik, nou moet je dus nagaan dat jij dat zegt, terwijl je niet weet wie je naast je hebt lopen. Dus we hebben toen een heel leuk gesprek gehad. En toen vond ik me eigenlijk echt een hele goede ambassadeur, want hij was daarna een soort om. En hij zei, oh, daar zijn ook leuke. Ik zeg, kijk, nou heb ik je te pakken. En dit is nou de functie van het ambassadeurschap.
moment, het hoogtepunt van mijn Pride. Daar sta ik hoor, naast meneer Panne himself, mijn grote idool. Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. Ik heb Frans van Broekhuizen geïnterviewd in een taxirit. Weet je, wat een heel leuk gesprek. Wel, ja. Ik ben helemaal fan van haar. Ik heb haar niet eens gegroet, maar ik moet er even vinden zo. Nou, ze is ook fan van jou. En wij hebben al besloten dat jullie samen een act gaan doen. Wanneer? Nou, volgend jaar, tijdens de Pride. En hoe gaan we het noemen? Ik weet het niet. Mag jij even van, zeggen? Van opera naar chanson. Nee, de pop. Lach, kijk, wonder. Zing, vecht, huil, wit. Lach, kijk, wonder. Nick, ja. Heb je het leuk? Ja, hoor, heel gezellig. Het is echt heel mooi om te zien hoe oudere mensen vanuit de wooncentrums ook hier van kunnen genieten. Want ik ben vanmiddag ook in een andere verzorgingshuis geweest. En het is heel belangrijk dat die mensen ook hun plezier krijgen. Ook hun pride kunnen vieren. Ja, als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn armen. Van sterren meten ik het verre aan het noorderlicht. Maar soms ben ik als kokend lood. Ik ben het leven en de dood. In vuur, in liefde, in alle tijden. Een kind die troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn leven boog. Die is alleen voor ons, dacht ik wel, hè? Ik ben Rika, topmodel. En ik ben sinds een jaar of drie vrijwilligster in de Flessenmaan. En jij? En ik ben Gerda en ik werk al 30 jaar voor Amsterdam en ik ben receptioniste bij de Flessenmaan. En waarom is de Flessenmaan zo bijzonder? Omdat het multicultureel is, alles kan, alles mag. Alle mensen van de Nieuwe Markt wonen daar, oudere homo's, lesbiennes, alle hele paradijsvogels van de Nieuwe Markt zijn aanwezig. En hoe belangrijk is het voor al de mensen waar jij voor zorgt? Volgens mij is het heel erg belangrijk dat ze even naar buiten komen. En even onder de mensen, dat ze ook het weten over de lesbiennes, de homofielen en de transgenders, zeg maar. Want hoe is dat bij jullie in het huis? Weten de bewoners daar het nodige van? Ik denk heel veel wel, ja, maar die gaan er gewoon niet mee. Het is Amsterdam, hè, en daar kan alles. Zo is het. Amsterdam, en daar kan alles. In Nederland staat een seconde stil. Wanneer ik vanavond ga slapen, wanneer ik het niet wil. Een vliegend leven. Dat ik niet begon. Ik wil je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief, zo lief. Ik heb je lief. Nou, het moet eerder mijn zoon zijn, hoor. Want ik heb al de hele mooie leeftijd van 69 jaar mogen bereiken. Is dat geen heerlijk getal?